Geen files, regelende politieagenten. Geen massaal gedoe als bij de Utrechtse jaarbeurs. Want op de eerste beurs van Memo gaat het om het kleine. Memo, ofwel mens- en milieuvriendelijk ondernemen, zet zich in voor het kleinschalig bedrijfsleven, tegenpolen van de multinationals. Piepkleine bedrijfjes hebben op deze eerste Memo-beurs in Amsterdam vele bezoekers kunnen laten zien hoe zij werken en waarom. Handwerk, vakmanschap, arbeidsvreugde staan voorop in deze ondernemingjes die producten leveren die in eerste instantie op het gebied van voeding, kleding, woning en vervoer liggen. Die producten moeten dan wel worden vervaardigd zonder energieverspilling, milieuvervuiling en als het kan, menselijk. Onbespoten, biodynamisch voedsel is een mens- en milieuvriendelijke zaak. De warme bakker blijkt er in soorten, warm, warmer, het warmst. Want deze gebruiken geen gist in het deeg, maar zuurdesem van water en meel van oudere datum dat verzuurt en gisting veroorzaakt. Het is nog ambachtelijker dan de gewone warme bakker en nog ouderwetser. Een even groot verschil met de grote rijen fabrieksovens. Hier leveren takkenbossen de hittebron, een houtvuur. De zeer warme bakker als kleinschalig ondernemer is vanaf het begin van het bakproces persoonlijk en actief bij zijn product betrokken. En bovendien heeft hij contact met de geachte cliëntele, de mensen die zijn brood opeten. Dat is de filosofie achter het ondernemerschap op kleine schaal. De broodconcerns met geautomatiseerde fabrikage geven vandaag de dag toch de warme bakker genoeg ruimte voor zijn duurder handwerk. De belangstelling van de consument garandeert hem brood op de plank.